Welkom bij de eerste aflevering van Meiden met Ballen. Het meisjesvoetbal zit enorm in de lift. Het is in Nederland inmiddels, na hockey dan, de meest populaire sport voor meisjes. Reden genoeg voor mij om eens op verkenning uit te gaan. Hoe zit het nou met het meidenvoetbal in de regio Rijnmond? En ik begin bij VOC, de club waar mijn eigen dochter van 5 pas lid is geworden. En waar ze het afgelopen jaar enorm hun best hebben gedaan om het meidenvoetbal een kickstart te geven. Ik was eruit, het kwartje gevallen, het klap wiekte nog na. Maar ik wist wie ik zou worden. Een enkel meisje tussen allemaal jongens bij de kabouters, gaat dat goed? Gaat heel goed. Ze merken niks. Er is geen verschil tussen jongens en meisjes. Ze doen gewoon lekker allemaal mee. Nee, denken van wat komen die meiden nou ineens doen? Nee, helemaal niet. Nee. Het is vrij normaal voor ze, ja. Gelukkig. Kunnen meisjes het ook net zo goed als de jongetjes? Ja. Op deze leeftijd? Ja. En ze hebben de meeste hebben het wel gevoel voor. Ja. Ja. En vinden het leuk. Dat is het belangrijkste. Hou je er dan stiekem toch met sommige dingen rekening mee van, oh, dat is een meisje? Of, Nee, ze doen gewoon hetzelfde als alle andere jongens. Ja. Dus, wat vind je ervan? Dat je nou, ik vind het leuk. Ik zou liever nog meer meisjes willen hebben. Ja. Want iedereen denkt dat het voor jongens is natuurlijk. Maar juist 5 jaar is denk ik juist de leeftijd dat ze gaan kiezen. En de meesten kiezen dan voor hockey, omdat daar echt iets voor meiden is. Ja, maar voetbal is natuurlijk veel leuker. Ja. Veel leuker. Dit is een team met wel allemaal meisjes. Hoeveel meiden zijn er nou lid geworden de afgelopen tijd hier? We hebben nu totaal 63 leden, ja. Meisjesleden. En waarom zijn jullie bij VOC begonnen met meisjesvoetbal? Nou, meisjesvoetbal is de snelst groeiende sport in Nederland. En daar wilden wij natuurlijk niet aan achterblijven. We zijn een familieclub. Dus dat wilden we eigenlijk ook graag erbij hebben. Dus de zusjes zijn ook welkom nu, ja. Op het veld. Later, als ik groter ben, blijf ik wie ik ben. Later, als ik... Was het moeilijk om meisjes te vinden die daar zin in hadden? Nee, helemaal niet. Nee? Nee, helemaal niet. Dus we waren snel vol. We hebben nu inmiddels een wachtlijst ook, dus ja, dat zegt genoeg. Voetballen, dat is toch voor jongens? Dat is toch niet voor meiden? Nou, meiden kunnen het ook heel leuk vinden. Ze zeggen vaak dat het een jongenssport is, omdat jongens vaak stuurder zijn. Maar voor mij is dat niet echt zo. Ik vind het gewoon leuk. Meisjes zijn toch ook stoer? Ja, daarom. En is het moeilijk? Nou, als je het eenmaal onder de knie hebt, is het makkelijk, maar als je moet leren, is het best wel lastig. Ja, wat vind je het lastigst om te leren? De zidaan vond ik het moeilijkst, dat is een trucje. Je moet even ruimte maken. Loop je eerst, dan is het goed, en dan schiet je hem zo verder. Heb je nou, moet je nou als club veel doen om te zorgen dat je meisjes ook kunt laten voetballen? Nou, je hebt natuurlijk wel... Wij hebben extra kleedkamers nodig. Die zijn nu ook in aanbouw. Daar komt een spiegel en een föhn in. Maar verder, voor de meiden. Voor de meiden. Maar verder is het natuurlijk al gewoon, draaien ze gewoon mee met het hele beleidsplan van jongens. En hoeveel meidenteams zijn er nu in totaal? We hebben nu 3 teams in de competitie spelen. Eén BC meidenteam die alleen trainen voorlopig. Ja. En dan hebben we ook nog damesvoetbal. Die trainen ook alleen. Damesvoetbal? Ja. Ja. Nou, als je zin hebt om een keer mee te doen vanavond, mag je komen. Oké, wat wordt spannend. Ja, kan je? Ja. Oh, wat is er al? Ja. Je dribbelt, haal hem terug. En als je dat doet, terughalen, lichaam iets voorover en dan binnenkant neem je mee. Dus je krijgt hup, hup. Ja.
Ja. Ja, dat gaat goed. Ja. Dus achter je standbeen langs ga je dan, hè? Ja. Ja. Dames zijn in wezen betere voetballers dan mannen. Kijk, maar zij zijn te laat begonnen met voetballen, sinds een jaar of 10. En dat is natuurlijk een proces. Dat, mm-hmm. dat heeft tijd nodig. Maar ze gaan de mannen evenaren. Ja. Ja, het is moeilijk om als man zijnde dat te zeggen, maar het is wel zo. Ze zijn goed. Ze hebben in aanleg zijn ze beter. Ja. Ja! Oh, de goede beweging van die dame daar, van TV Rijnmond. Ja, ja. Essentie was perfect hoor. Je deed het goed, de bewering was perfect. Alleen je verloor de bal, dus hou de bal dan ook onder controle. Ja, dus precies. Als je dit hebt zo en je neemt hem gelijk weer mee. Maar ja, bewering is goed. Oké, complimentje van de coach. Gelijk mijn bal kwijt. Ik denk dat heel veel van ons vroeger altijd al een beetje wilden voetballen. En in de tijd dat we jong waren, dat het eigenlijk niet zo mocht. En dat iedereen nu denkt, nou, ik doe het gewoon. Dus heel veel zijn ook echt op latere leeftijd pas begonnen. Ja. Geldt dat voor jou ook? Wilde jij vroeger voetballen? Ja, maar ik mocht nooit van mijn vader. Nee, waarom niet? Ja, was niet voor meisjes. Nee. Oh, ja. Wow. Dit was hem, de eerste aflevering van Meiden met Ballen. Ik denk niet dat ik al tot de Meiden met Ballen mag worden gerekend. Maar ik heb in elk geval mijn best gedaan. Tot volgende week. Goed positie gekozen tussen de linies. Een echte nummer 10, dat zie je. Ze weigert defensieve arbeid te leveren. Ja, aan die balbehandeling zie je talent al af. En nou de diepte, nou de diepte. Pak die diepte. En daar komt hij, daar komt hij. Binnenkant voet. En Harting scoort! Ze scoort! Oh nee, toch niet. Maar er zijn ook wel meisjesteams bij jouw club. Ja. Wou je daar niet bij? Nee. Nee? Nee. Niet leuk met die meiden? Nou, mijn trainer zegt dat ik er goed voor ben. Je bent gewoon te goed? Ja. Want ze is fysiek heel goed aanwezig en ook sterk. Ja. En goed ontwikkeld. Maar goed, ze is ook heel balvaardig. Hè? Dus ze is eigenlijk ook nog wel een van de betere voetballende voetballers bij ons in het elftal. Ja. En daarom speelt ze ook vaak op 10. Ze heeft een hartschot in de benen. En nou ja, we zijn hartstikke blij met haar. Je moet haar niet onderschatten, laat me zeggen. Nee. Als je haar onderschat, dan heb je een groot probleem.